Topscorer Roy Kastien tekende deze week een contract bij Koninklijke HFC. Dat is mooi voor hem. Een beetje een rare actie van Koninklijke HFC, want nu mag hij in de winterstop, in het winterse transferwindow, weg. Als hij gewoon amateur was gebleven, had hij tot het einde van het seizoen moeten wachten. Bronkhorst biedt met de borst de kans aan Verstegen. En dan is het 0-1 voor Achilles. Dat de laatste twee wedstrijden won en wat wegkwam uit de degradatiezorgen. Invaller Bronkhorst, hij vervangt de geblesseerde Hols. Verantwoordelijk eigenlijk voor de assist. Maar de voorsprong voor Achilles is niet van lange duur. Tameres kopt de hoekschop van Van Son binnen. Op een bijzonder regenachtig sportcomplex van Koninklijke HFC. De hoekschop van Van Son. Tameres springt als enige. Het doelman Center van Achilles is kansloos. Dit is opnieuw Tameres. Bereikt Bronkhorst. En dan is Sterling weg. Dekt de Claire aan de verkeerde kant. En heeft Van Son een totaal leeg doel voor zich. En geen moeite derhalve om de Koninklijke op 2-1 te schieten. Koninklijke HFC, de toch wel verrassende nummer 4 van de ranglijst. Op 2-1 tegen Achilles. Waar het ergste financiële leed geleden lijkt. Waar de bestuurlijke crisis achter de rug is. En waar twee keer op rij werd gewonnen. En nu komt hier misschien wel de 2-2 aan Verstegen. Wouters, ja, daar is de 2-2. Knullig verdedigd bij Koninklijke HFC dat twee doelpunten weggeeft in deze wedstrijd. En nadat Verstegen eerst profiteerde, laat hij nu Wouters profiteren. Ted Verdonkschot wel aanwezig, zijn moeder overleed woensdag. Toch coacht die Koninklijke HFC vandaag tegen Achilles 29 dat hier op 3-2 komt door Wouters. Vraag niet hoe. Maar de middenvelder van Achilles maakt hem wel. En zo wint de formatie uit Groesbeek voor de derde keer op rij competitiewedstrijd. Er zijn ook de sportieve zorgen even naar de achtergrond.